tweede van deze middag. En Ajax staat nog voor rust op gelijke hoogte met AZ. Nou, mogelijk dat de herhaling definitief uitstaansel geeft over de beslissing van scheids en grens. Ajax E-spel is benadeeld. Maar nu niet. Siem de Jong staat geen buitenspel. En krijgt daarom terecht de 2-2 achter de naam. Foutje van Esteban, dat wel. Want hij mag er eigenlijk niet aankomen. Maar dat is makkelijk gezegd vanaf mijn plek. Want hij weet niet wat er rechts van hem sowieso naar binnen komt. In dit geval heeft hij de pech dat hij met zijn actie natuurlijk die bal letterlijk voor de voeten duwt van Siem de Jong. Die op deze manier met zijn terugkeer natuurlijk wel een opmerkelijke rol vertolkt in dit bekerduel. Hij bij Ajax, Martens bij AZ.